de economische groei van een land mee de evolutie van zijn bruto binnenlands product of de stijging van de materiële rijkdom die het land in de loop van 1 jaar heeft gecreëerd. Waarom is de economische groei zo belangrijk? Eerst en vooral omdat er hierdoor nieuwe jobs bijkomen. Hoe meer groei, hoe meer mogelijkheden voor de ondernemingen. En dat betekent meer jobs en meer inkomsten. Hoe meer economische bedrijvigheid, hoe groter de fiscale opbrengst voor de overheid. Je weet wel, belastingen en btw. De economische groei helpt dus ook de staat om zijn overheidsschuld terug te betalen en te investeren in een duurzame economie. Maar vergis je niet, de stijging van de rijkdom betekent niet noodzakelijk een betere levenskwaliteit. Kwantiteit en kwaliteit, dat zijn twee verschillende zaken.